Goed, goedemorgen. Fijn om in jullie midden te zijn. Het was een hele lange tijd geleden dat ik hier was. Men vraagt me dan, nou wat doe jij? Ja, ik doe wat ik nog altijd gedaan heb. Ik mag iedere zondag spreken ergens. Ik vond het heel frappant. 2 januari kreeg ik een e-mail of ik in 2023 de volgende datums wilde inplannen. Afgelopen jaren heel veel gegaan naar het oosten, naar Myanmar, Thailand, Cambodja. Ook naar Afghanistan. We hebben zoveel gebeden. We hebben een aantal keren in Afghanistan, heel betrokken bij Afghanistan. En wij hebben zo gebeden dat er verandering zou komen in Afghanistan. Een verandering is gekomen, maar niet wat wij voor gebeden hebben. En dat is heel lastig om met zulke dingen ook om te gaan. Wij bidden nog dagelijks, elke dag voor Afghanistan. Maar goed, waarom doen wij dat? Omdat wij geloven dat God tot ons spreekt en dat wij van God een opdracht krijgen. En dan heel graag de PowerPoint opdoen en dan zou ik ook dat dingetje terug willen, Marleen. Dank je wel. Heerlijk. Oké. En dan als ik zo doe, daar is die. Het is een voorrecht om in jullie midden te zijn. Pieter Jan heeft gezegd, jullie zijn bezig om met Jezus te horen. En graag, hoe spreekt de geest en hoe werkt de geest door ons heen? Zo, ik wil beginnen met het lezen vanuit Romeinen hoofdstuk 8. En diegenen die mij kennen, die vroeger met mij Alpha-cursus gedaan heeft of wat ook al die weet, al lees je niets, al kan je niets lezen, al kan je niets onthouden, zit je op de top van een berg, lees Romeinen 8. Zit je diep in een put, lees Romeinen 8. Ik geloof dat het een van de belangrijkste hoofdstukken in de Bijbel is. En in Romeinen 8 vanaf vers 11 staat er, want als de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt, ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn geest die in u leeft. Broeders en zusters, wij hoeven ons niet langer te laten leiden door ons eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondig wil dood door de geest, zult u leven. En allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. Om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. De geest zelf verzekert ons geest dat wij kinderen van God zijn. En dit is heel belangrijk om dat te pakken, dat Gods geest, als je kind van God komt, wordt, dan komt Gods geest in je wonen. En het is Gods geest die in je de zekerheid en de duidelijkheid geeft, je bent een kind van God. Ik ben zo bevoorrecht geweest dat ik als op een hele jonge leeftijd heb ik dat gedaan. Op een hele jonge leeftijd ben ik verdwaald in Zuid-Afrika geweest, helemaal in het noorden van het land, op de grens van Zimbabwe. En het is een gebied met heel veel wilde beesten. En op dat moment dat ik verdwaald was, moest ik terugdenken aan wat gebeurd was bij de zondagschool van ons kerk. Onze normale zondagsschoolleraar die was er niet. En die dag was er een jonge knulle tiener. Hij was nog op middelbare school. En hij vertelde hoe hij Jezus heeft aangenomen door te bidden en te vragen dat Jezus in zijn hart kwam. En hij legde aan ons als kinderen uit, iedereen van jullie kunnen Jezus aannemen. En wat je moet doen, is je vraag, vergeef mijn zonde en vraag om in mijn hart te komen.
Op het moment dat ik verdwaald was, dacht ik, maar ik kan ook bidden dat God me helpt en mij de weg wijzen. En toen kwam een gedachte bij mij, ja, maar hoe kan ik God vragen mij te helpen als ik nog nooit mijn leven aan hem heb gegeven? Zo, waar ik was, ging ik op mijn knieën en ik zei, nou, dan doe ik dit. Ik was 6, 7 jaar oud en ik heb daar op mijn knieën gegaan en ik heb gebeden, Heer, vergeef me mijn zonde en kom in mijn hartje. Heel kinderlijk. Maar ik was niet voorbereid op wat er op dat moment zou gebeuren. Want ineens begon ik te huilen. En ineens als kind voelde ik dat er iets van mij wegging. En ik kwam blijdschap en vreugde, tranen liepen over mijn wangen. En ik dacht, maar het is werkelijk, God hoort je. En vanaf dat moment wist ik dat ik een kind van God was. Vanaf dat moment is daar iets in mij veranderd. En vanaf dat moment wist ik dat ik een vader in de hemel heb die om mij geeft. En ik kon ook mijn weg terugvinden naar waar ik was, want ik zag op mijn knieën, zag ik onder de struiken en de bomen door de richting waar ik moest gaan. En dat was een levensles voor mij. Als je niet weet welke kant je op moet gaan, je ziet de weg op je knieën. En daar wil ik je echt voor aanmoedigen. Maar daar zijn twee sleutels om geleid te worden door de geest van God. En die twee sleutels vinden wij in Johannes hoofdstuk 15. Johannes 15 staat er, als je me lief hebt, hou dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een ander pleitbezorger of trooster te sturen, te geven die altijd bij je zal zijn. En wie is die trooster of die pleitbezorger? De geest van de waarheid. En de wereld kan hem niet ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij blijft bij jullie en hij zal in jullie zijn. Ik laat je niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Als jij christen bent, dan zegt God zijn er voorwaarden voor je leven. Als je mij lief hebt, houd mij geboden. En het is soms heel makkelijk om te zeggen, oh Heer, ik hou van u, ik heb u lief, om de liederen te zingen hiervoor in de kerk. Maar er is een eenvoudige beginsel van liefde, is, doe jij wat een ander van je vraagt. Ik kan wel almachtig zeggen, oh jong, ik hou van jou, ik heb je lief, ik vind je geweldig. En als hij zegt, nou oké, zou je voor mij de was willen ophangen. Ja, maar dat doet mijn man niet, weet je. Dan is mijn liefde wel heel oppervlakkig, toch? Ik kan alles zingen en zeggen over liefde. En als je vraagt, nou zou je eenvoudig aan anderen vertellen over mij? Ja, maar oh, nee, maar dat durf ik niet. Dan denk ik, is je liefde ook een beetje oppervlakkig. Zoals we hiervoor in de kerk zingen of in de kerk met elkaar zingen, Heer, ik hou van u, ik heb u lief, dan brengt het de verantwoordelijkheid om ook te luisteren en te gaan doen. Zo liefhebben vraagt van ons gehoorzaamheid. En God zegt, als wij hem liefhebben en we luisteren naar hem, dan gaat hij zijn geest op een nieuwe manier geven om door ons heen te werken. En hoe werkt de geest in ons leven? Op tweerlei manieren. De geest werkt in ons. Als je in Jezus gelooft, dan komt de geest in je wonen en wordt hij een kind van God. En dan getuigt u ook in je hart, ik ben een kind van God. Maar er staat, hij zal ook bij ons zijn. En die tweerlei werking zien we hier. Ik laat je niet, want ik blijf bij jullie en ik zal in jullie zijn. Dat is twee verschillende manieren dat de geest in ons werkt. Hij werkt in ons en hij werkt buiten ons
door ons heen. Hij wil over ons komen. En daarom is het zo belangrijk om dat ook te beseffen, dat wanneer wij geleid willen worden door de Heilige Geest, dan moeten we luisteren naar Gods stem. Maar hij wil ons niet alleen spreken tot ons hart, hij wil ons ook gebruiken. En daarom spreekt Jezus in de Bijbel, en hij spreekt het in Johannes Evangelie, en hij spreekt erover, hij zegt, ik laat je niet als wezen achter, maar ik zal de Heilige Geest tot jullie sturen. Ik zal mijn vader vragen om de Heilige Geest te sturen. En hij zegt, wanneer hij komt, zodat is een andere werking van de geest dan in ons. En wanneer hij in mij komt, dan moet ik daaruit gaan leven. En als ik dan zeg, Heer, ik hou van u, en dat is een plaatje van Pieter Jan, die zegt, liefde betekent dat ik mijn aandacht richt op Jezus, maar het tweede pool, als ik mijn aandacht richt, als ik zeg, ik hou van u, om ook een keuze te maken om te gehoorzamen. En keuzes en geloof heeft alles met elkaar te maken. We hebben in het begin gezien, als ik mijn eigen wil doen, dan leidt het naar de dood. Als ik doe wat God wil, dan brengt het me op een weg van leven. En het heeft altijd te maken met mijn focus. Waar heb ik mijn focus? Waar heb ik mijn hart? En wat doe ik? Een gehoorzaamheid om dat te doen. Mensen vragen me, ja, waarom ga je naar Afghanistan of al die plekken? Om een eenvoudige reden. Ik geloof dat God ons dit vraagt. Toen ik een paar jaar geleden, toen heb ik een leeftijd bereikt dat ik dacht, of ik kan geraniums gaan kweken, of een boek schrijven over hoe kweek je beter geraniums. Maar toen hebben wij gezegd, Heer, de komende 10 jaar van ons leven zijn wij bereid om te gaan naar die landen waar andere mensen niet naartoe gaan. Of willen gaan. En dit is hoe wij in Afghanistan kwamen. En Tajikistan. Dit is hoe ik in het noorden van Myanmar kwam. En Cambodja. En zijn er nog lijsten van landen dat ik weet mensen niet naartoe graag gaan. En was ik 2 maal in Noord-Korea. Want God heeft de verlangen gegeven. Als ik zeg dat ik van hem houd. Heer. Stuur mij, gebruik mij, laat mij gaan. Maar wat heb ik dan nodig om te doen, is ik moet heel duidelijk weten dat het Heilige Geest door mij heen werkt. En ik moet het werk van de Heilige Geest kennen. Ik moet Jezus kennen, maar ik moet ook de Geest kennen. En Jezus zegt, wanneer de Geest komt, en hij noemt 13 manieren waarop de Heilige Geest komt in het Nieuwe Testament, wat de Heilige Geest gaat doen. Ik ga een aantal hier bij elkaar gebracht. Hij zegt, eerstens komt de Heilige Geest om ons te troosten. En troosten in de Bijbel betekent om je te bemoedigen, je aan te helpen, je te troosten, maar ook je hart sterk te maken. Heilige Geest komt om ons te leren. Heilige Geest komt om ons een herinnering te brengen wat Jezus gezegd heeft en voor ons gedaan heeft. En als je daarna kijkt, dan is de bovenste, dan is de bovenste 3 heeft alles te maken met ons leven, met ons innerlijke leven. De volgende tekst zegt, wanneer de Heilige Geest komt, dan komt hij om van Jezus te getuigen. Hij komt om ons te leiden in de waarheid. En hij komt om wat de Heilige Geest hoort aan ons te zeggen. Dat heeft alles te maken met mijn medemens, met andere personen. Het komt zodat wij van Jezus kunnen getuigen. Want heel veel mensen zeggen, ja, maar dat kan ik niet. Ja, maar als je gewoon toelaat dat de Heilige Geest door je heen werkt, dan geeft God je de rechte woorden. Als je gewoon een afhankelijkheid naar hem kijkt, en dat vind ik zo geweldig, want ik ken Bertha heel goed.
En Bertha is niet iemand die voor in de rij staat. Bertha is niet iemand die zoals donkey een schrik opspringt. Pick me, pick me, pick me. Maar zij is heel stil en bescheiden. En als God haar zo mag gebruiken, ja, dan denk ik, kan hij enig in gebruiken. Dat is toch geweldige getuigenis. En dit is wat God zegt, om te leiden, om mensen in de waarheid te brengen. Maar ook om wat je hoort tot iemand anders te spreken. En dat is zo geweldig, dat God je wil gebruiken om tot iemand anders te spreken. En ik geloof dat God vanmorgen, hier in de dienst of thuis, als je hier zit en je hebt last van je linkerschouder. Is er iemand die last heeft van de linkerschouder? Wil je even gaan staan, mensen die last hebben van de linkerschouder? Ook thuis. Vader, in de naam van Jezus Christus spreken wij genezing en herstel. Heilige Geest, ik nodig u, kom en raak aan. Leg je hand op hun leven en wij bestraffen de pijn en wij bestraffen dit wat daar is. Is er iemand, voelt je wat, die mensen die staan? Kijk, probeer maar. Een aantal maanden geleden, dat was eerst het begin van de lockdown, was ik in Noord-Holland in een gemeente. En ik had een woord dat er iemand is met een hartritmestoornis. Last heeft al jaren van zijn hart. En ik sprak het uit en God heeft een man die 9 jaar ziek was, die niet eens luisterde naar de uitzending, maar lid is van de gemeente, heeft God aangeraakt. Zijn vrienden kwamen naar hem. Dat woord was vandaag voor jou. Oh, en ze hebben voor hem gebeden na de tijd en God heeft hem aangeraakt en genezen. Ik heb een prachtige getuigenis van hem gekregen dat hij opgestuurd heeft en dat hij, ja, heel verbaasd. En wat was dit? Zo'n woord vanaf het podium, terwijl ik die hele man niet in zag, en God genas. Is er nog iemand die last heeft van de rechterheup? Pijn achter in de rug, een pijn wat uitstraalt naar de been beneden. Linker. Ja? Vader, in de naam van Jezus bidden wij dat u zal komen met uw genezingskracht. Heilige Geest, ik nodig u uit. Kom op deze mensen hier in de dienst, maar ook thuis. En ook die later luistert naar deze dienst. En ik spreek genezing en herstel. Ik bestraf de pijn. En wij danken u, Heer Jezus, dat u volkomen in uw lichaam heb je al onze ziekte, al onze krankheden heb je op u genomen, zodat wij bevrijd van de vloek en gezegend door u mogen leven. Amen. We spreken genezing en herstel. Vader, en dan komt de Heilige Geest ook om ons de toekomst te verkondigen. Hij komt om ons te helpen en vrede te geven dat wij niet, omdat er nu een pandemie is en allerlei dingen gaan in een stress en spanning leven. Ik vind het zo vreemd dat er christenen zijn die geloven dat de virus de komst van Jezus beïnvloedt. Ik kan het niet begrijpen. Ik geloof dat het een demonische virus is, dat het uit de koker van de Satan komt. Zoals er vele keren in de geschiedenis een pandemie over de wereld was. En dan ineens zijn er christenen die hebben een beeld. Oh, die virus, dat brengt de wederkomst van Christus ineens dichtbij. Nee, de Vader bepaalt de tijd. En de Vader heeft te verlangen. En de Bijbel spreekt het heel duidelijk. God wil niet dat één mens verloren gaat, maar dat zij allen tot redding en behoudenis komen. En Gods plannen voor de wereld kan vertraagd worden.
Waarom? Door ongehoorzaamheid. Net zoals wat God heeft, dat zijn wil voor zijn volk was om ze uit te leiden uit Egypte en binnen 70 dagen in het beloofde land te brengen. En door de ongehoorzaamheid en ongeloof van het volk heeft het 40 jaar geduurd dat Gods plannen uitgesteld werd. En ik geloof dat God heeft ons als zijn kerk een hele duidelijke opdracht gegeven vanuit zijn hart. En hij heeft gezegd, ga dan heen, maak alle volkeren tot mijn discipelen. En hij heeft te verlangen, hij heeft gezegd, en de laatste dagen zal ik mijn geest uitstorten op alle mensen. En mijn verlangen, mijn passie is, ik wil dat zien gebeuren. En dat zien we nog niet gebeuren. Dat betekent dat de laatste jaren nog niet zo ver is als wat wij denken. En het komt doordat heel veel van de kerk onwillig is. Om dit te doen wat de Vader zo graag zou willen. En dat is dat iedereen tot kennis en behoudenis komt. Zeg ik dat alle gered zullen worden? Nee, maar God wil veel meer. En juist daarom is het zo belangrijk dat wij beseffen, er zijn twee manieren dat de geest komt en dat de geest werkt. En die twee manieren is dat de Heilige Geest komt in ons, want hij blijft bij jullie, zegt Jezus. De wereld kan hem niet zien. Nee, ik ben te ver. Daar. Och, jong, nee, ik ga welke kant? Dus, jong. Is daar iemand die daar boven zit? Kan je me helpen naar die dia? Twee manieren waarop de geest werkt. Ik kan hier nou niet eens zien welke dit is. Het is de werk van Gods geest in ons en het werk van Gods geest door ons heen. En het werk van Gods in ons is wanneer wij christen worden, komt de Heilige Geest en hij bidt door ons heen en hij zegt Abba. En hij verzekert ons, zoals hij dat gezegd heeft, hij verzekert ons dat wij kind van God zijn. Ik heb het gehad als kleinkind. En ik kon het nooit begrijpen dat mensen gaan twijfelen. Ben ik nou kind van God? Of zal het niet verkeerd gaan? Weet je wanneer ging ik twijfelen? Wanneer ik dingen deed wat ik wist dat ik niet moest doen. Dat is de enige keren wat ik moest twijfelen. Ik heb jaren geleden een man die heeft heel veel gedaan, maar er is heel veel gebeurd. En hij is teleurgesteld met diepe pijn in zijn hart. En ik zat met hem in een gesprek en ik zei, nou weet je wat moet je doen? Je moet doodgewoon weer zeggen aan God de Vader dat je van hem vertrouwt en van hem houdt. Ik zeg, bid achter me aan. En ik zei, bid en zeg, lieve hemelse Vader, ik hou van u. En ik moest hem een por geven en zei, God, ik hou van u. Ik zei, jij hebt niet gebeden wat ik je vroeg. Ja, zei hij, ik heb. Ik zeg, nee, ik heb gezegd, lieve hemelse Vader, ik hou van u. Ik zeg, zeg het nou gewoon, bid achter mij aan. God, ik hou van u. Ik zeg, je hebt niet gebeden. Ja, ik heb dat gebeden. Ik zeg, je hebt niet gebeden wat ik gezegd had. Ja, ik heb. Ik zeg, ik daag je uit. Zeg het gewoon. Lieve hemelse Vader, ik hou van u. En die man zei dat en toen hij dat uitsprak, toen barstte hij in de tranen die liepen. En hij begon te huilen en te huilen. En weet je wat gebeurt? Als wij zeggen, Vader, ik hou van u. Is het alsof de Vader door zijn geest je hart raakt en het weer opent. Hij weet wat teleurstelling is. Hij weet wat pijn is. De mooiste wat er geschapen heeft, de mens, kwam in opstand tegen hem. De mooiste wat hij geschapen heeft aan engelen, de duivel, kwam in opstand. Maar God laat zich niet leiden door teleurstelling, maar door liefde. En als wij dat kunnen beseffen, dat teleurstelling
is het demonische macht die jou terug wil houden van God. En je beleidt het, dan komt de liefde en het wordt weer hersteld. En Vader verlangt daarna. En daarom is het zo belangrijk dat wij beseffen dat God niet alleen wil dat wij roepen Abba Vader, maar dat de Heilige Geest bij ons komt om gebruikt te worden in zijn dienst, om te getuigen en wat wij horen van Jezus door te geven, om ons te laten leiden en ook de toekomst te delen met mensen. Lieve mensen, wij hebben een geweldige toekomst voor ons. Wij hebben zoveel voor ons, dit is niet mogelijk. Kan ik je even dit gebruiken als voorbeeld? Gesteld bijvoorbeeld, dit is 100 jaar, dit eerste stukje. Mijn moeder werd 100. Zo, ik ben nog niet eens de helft van mijn leven. Zo, als dit 100 jaar is, dan zegt de Bijbel dat er in 1000 jaar vrederijk aankomt. Klopt dat? Dat wij met Christus op aarde gaan leven voordat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Als dit 10 is, dan is dit ongeveer 1000 jaar. Ja? Dat is onze toekomst. En dan daarna komt de eeuwigheid. En waar zit jij in dit eerste gedeelte? Ik weet, ik zit ongeveer zo op de helft. En dit is onze toekomst. Dit is de toekomst die God je geeft. Laat je dan niet door allerlei dingen en palmen en bezen. Jongens, wij hebben een geweldige toekomst. En dit is wat de Heilige Geest deelt. En daarom wil ik eindigen. Ik wil 3 vragen stellen. Het eerste vraag dat ik je wil stellen is: word stil en richt je op God. En weet je zeker dat je kind van God bent? Bid jij Vader of bid jij heel afstandelijk God? Ervaar je zijn nabijheid. Als je dat niet doet, lieve mensen, dan wil ik je echt aanmoedigen. Ik wil je echt aanmoedigen. Heel eenvoudig. Praat met iemand. Geef je hart aan de Heer. Geef je hart en alles wat je bezighoudt, geef het aan de Heer. Weet je zeker dat die deel uitmaken van Gods gezin? Kan je een vrede God aanspreken als je Vader? En als je het nog nooit gedaan heeft, een gebed, dan wil ik je uitdagen. Ga van vandaag af, als je bidt, bid Vader. En zeg het, begint ermee, ik heb u lief. Kijk of dat niet de verandering brengt. Kijk of dat jou niet verandert. Een tweede vraag dat ik je wil stellen. De Bijbel zegt, de wereld kan de geest niet ontvangen, want ze ziet hem niet en ze kent hem niet. Maar jij kent hem. Heb jij Jezus al gevraagd om zijn geest? Ken je de Heilige Geest? Is daarvoor jou gebeden dat de Heilige Geest over je komt? Dat de Heilige Geest door je heen kan werken? Ken je het werk van de Heilige Geest door je heen? Bid je een tongentaal? En als je dit niet bidt, wil ik je uitdagen. Als je hier in de gemeente zit, kom na de tijd. Ik wil graag met je bidden. Ga naar de leiding van de gemeente. Ik wil graag met je bidden. En als je thuis zit en je zegt, ja, ik weet niet wat dat is, neem contact op met de leiding van de gemeente, dat zij je helpen om hierin te vorderen. Weet je wat het betekent om een woord te krijgen voor iemand anders? Profetie. De Bijbel zegt dat is Gods hart in de laatste dagen is dromen en visioenen iets voor iedereen, oud en jong. Iedereen. En als laatste vraag. De Heilige Geest zal komen om van Jezus te getuigen. Ervaar je de bewogenheid om met mensen te praten? Als je dit niet ervaart, als je niet kan bidden voor de ander, dan wil ik je uitdagen.
ga eens bidden en vraag de Heer elke morgen, Heer, voor wie kan ik vandaag bidden? Voor wie kan ik vandaag een woord van bemoediging geven? Al is het gewoon net een WhatsAppje met een Bijbelgedeelte. God spreken is spontaan, het komt in je hart, het is doodgewoon. Oh, ik moet die persoon bellen. Nou, bel dan. Of ik moet aan die persoon denken. Bel dan en vraag, jong, ik moest aan je denken. Is er wat? Kan ik voor je bidden? Zo begint je te luisteren en ontdek je dat God je wil gebruiken en kan je gebruikt worden. Oh, lieve mensen, ik wil je zo uitdagen om daarin te gaan staan, want God wil dat. Hij wil van harte je dicht bij zijn hart trekken en hij wil zo graag dat je zijn hart gaat delen met anderen. De Bijbel zegt aan het eind van alles, als dit nou heel erg moeilijk gaat, en sommige mensen hebben het heel moeilijk in die tijd, de Heilige Geest zelf verzekert ons geest dat we kinderen van God zijn. En ik geloof dat het zo belangrijk is dat je dat gaat beseffen, dat God ons vreugde geeft. Als de hele wereld een spanning is en mensen overspannen worden en depressief wil worden, God kan jou door zijn geest blijdschap geven. Hij kan je doorheen trekken. De Bijbel zegt, dit is niet het enige waar wij over zo blij zijn in Romeinen 5. Wij zijn ook nog blij als wij het moeilijk hebben, want wij weten dat wij daardoor leven vol te houden. En als wij volhouden, doorstaan wij de proef. En als wij de proef doorstaan, wordt ons hoop sterker. En die hoop is geen valse hoop, omdat ons hart gevuld is met zijn liefde door de Heilige Geest die hij ons gegeven heeft. Daar is iets wat de Heilige Geest doet om een knop van liefde, een fornuis van liefde aan te steken in je hart, dat liefde overwint de wereld. Liefde drijft alle vrees uit en juist daarom is de Heilige Geest gekomen. Vader, ik bid voor iedereen die vanmorgen luistert naar mijn stem of van de komende week via de online service. Heer, ik bid voor iedereen die hier is. Heer, dat u zal komen en opnieuw uw geest en hun harten uitstorten, dat het woord Vader een nieuwe betekenis zal krijgen. Dat het woord Goddevader een nieuwe dimensie zal openen van uw liefde. Heer, dat wij een gehoorzaamheid niet moeilijk doen, maar zal uitreiken naar anderen en getuigen van wie u bent. Dat wij zullen bidden voor anderen, dat wij sensitief zal zijn voor dit wat u tot ons spreekt in de innerlijke stem. En bovenal, Heer, dat wij zullen doen wat u van ons gevraagd heeft. En dat is om aan iedereen te vertellen, hey, weet je dit? Jezus houdt van je. Hey, weet je dit? Wij hebben een fantastische toekomst. Je kan niet eens geloven, je kan niet eens denken wat er voor je in de vooruitzicht staat. 1000 jaar van vrede en dan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Speciaal voor jou, omdat God van je houdt. Amen.